Broeien ze ook lange tijd nog aan voor deze wedstrijd. Goed ingestapt. Drie spelers van Debrecen voor het doel. Heel vrij, 1-0 voor de Hongaren. En het is de eerste tegentreffer van Roma in de voorbereiding. De eerste echt wel wat harder gestolen. Ach, wat een lekkere bal. De aanname ook goed. Nou, de 1-1 is daar van Borja Mayoral. En uiteraard direct het vingertje naar degene die hem bediende. Juist makkelijk, omdat je tijd en gelegenheid hebt om uit te kiezen wat de beste optie is. Omdat je niet hoeft te haasten. Omdat je de bal niet goed hebt neergelegd. De paas en de aanname. Pellegrini. Hij kan nu Roma op 2-1 gaan zetten. De Landen valt hem nog wel lastig, maar kan het niet verhinderen. En zo Roma op voorsprong via hij met een 2-1. Mourinho grijpt dit moment aan om weer eventjes de assistent te instrueren. Goede kantbeweging. Volder zijn landgenoot Fonseca op. Mourinho. Jolo! En dit is waarom hij zo geliefd is. Hij kan zo onwijs goed voetballen. Daarom gunt iedereen hem een stabiel en fit seizoen. Ja, hier is het mooiste eigenlijk al gebeurd. De versnelling met de bal. En dan de kwaliteit. Het is alweer behoorlijk in de media verschenen, die Zaniolo. Als hier de kans komt voor Debrecen. Oei, doelman. En het is 3-2. Daar gaat Fuzato eventjes de mist in. En een paar tellen nadat Roma op 3-1 is gekomen. Het is Ugrahi die het doelpunt maakt. Het schot is van Bevardi. Maar goed, het is vooral de flater van Fuzato. Om het gemis van Spinazzola op te vangen. Staat Edin Dzeko zeker. Nou, dan moet het ook raak zijn. En dan is het ook 4-2. Dit is een koud kunstje voor Edin Dzeko. Die laatste linie eigenlijk te kijk wordt gezet. Dzeko echt niet de rapste. Maar op tijd vertrokken en genoeg ruimte tussen de achterhoede en de doelman. Eén moment van aarzeling bij Kozitski. En het is 4-2. Komst van Roy Patricio als doelman naar Roma. Oh, ach, wat doet hij dit toch weer? Op zijn kenmerkende wijze. Het afronden, niet knetterhard, niet wild. Maar o zo geplaatst en o zo gericht. Sinds 2015 een wedstrijdje op 260 al achter de wagen. Bijna 120 goals. Eén keer kijken, twee keer kijken. En een kwestie van in het uiterste hoekje. Dat is een kunde waar heel wat spitsen nog wat kunnen afkijken.